In 1932 kwam de afsluitdijk. En dat was even schrikken op Urk. Zoutwater werd zoetwater, de ansjovis verdween, de haring. Wij hadden zeehonden, een totale verandering in het milieu. En in 1939 kwam de dijk naar Urk toe. En de regering zei, er zit geen toekomst in die visserij. Urk moet inkrimpen van 5000 naar 3000 inwoners. Jullie moeten maar verhuizen naar de Noordzeekust. Maar Urk zei, we blijven hier wonen en we geven uitbreiding aan de Noordzeevisserij. Wij kregen geen subsidie. Maar de bank zag, die visserman is bekwaam. Hij heeft 2, 3 zonen die willen geld lenen. En dat is het wonder van Urk geworden. We hebben nog steeds een vloot nu van zo'n 70 schepen. Ja, dat waren er 150. Maar u moet wel weten, één zo'n schip kost 5 à 6 miljoen euro. En voor je vergunning en je kwantum ben je hetzelfde bedrag nodig. Eén visserman zorgt voor 4 arbeidsplaatsen aan de wal.